Ja, er moeten toch ook moeilijke periodes geweest zijn in jouw ondernemerscarrière? Ja, ja. Als ondernemer wil je eigenlijk altijd, denk je, dat je ook nog buiten het kappersvak om wat beter kan doen als anderen. Dus ik had een import van een kleurproduct. Ja. En dat begon ik en ik had heel Europa gekocht. Dus ik denk, nou, dan ga ik in Monaco wonen en dan word ik steenrijk. Maar helaas, de dollar waar ik in inkocht, die ging in 81 van 1,80 naar 3,60. Oh. Dus kop eraf. Nou ja, goed, dat kan. Ja. Heb ik in 85 heb ik met een collega van mij in Leiden, Den Haag, met Fred Nieuwenhuis, hebben we kapsalons neergezet. Ja. Maar er was een ruimte boven en daar had je een Figurella, een afslankingsinstituut, wat landelijk heel goed ging. Dus wij dat ook beginnen. En ik heb er ook Gent en Brugge gekocht. En je moest per locatie moest je 100.000 gulden betalen om daar te kunnen beginnen. Dus een soort licentie. Ja. Toen stond er in het Leids Dagblad op een gegeven moment van Figurella dure poespas en dan kan je beter niet naartoe gaan. Nee. Nou, dus je gewoon weer zeep geholpen door de pers. Toen kwam je echt tot de conclusie, schoenmaker blijft bij je leest. Blijf bij je leest. Ik ben kapper. Ja. Dus oké, hoe kan ik nu dit bedrijf op een andere manier runnen? Ja. Altijd na 10 jaar, als jij bij mij werkte, na 10 jaar denk je, nou, ik heb het al gezien met die Peter Ham, ik ga gewoon mijn eigen winkeltje beginnen. Ja. Dacht, weet je wat? Ik ga gewoon mijn beste stylisten, ga ik partner maken. Ja. Maak mooie winkels. Ja. Dus die heb ik 25 jaar geleden, ben ik daarmee begonnen. En dat is uitgelopen tot nu 14 winkels. En 3 in Bali en 1 in New York. En dat is natuurlijk eigenlijk de toekomst voor